Justin Harens, je hebt juist een geweldige vuurwerkshow gegeven. De hoeveelste keer is dit? Ja, we gokken dat het de 10e keer is, inderdaad. Ja. We hebben er geen duidelijke registratie van, dus maar in ieder geval heel lang. Moeten we vuurwerk nu helemaal verbieden? Ja, kijk, het is natuurlijk erg lastig om dat uit de mond van een handelaar dan te vragen. Kijk, ik zou natuurlijk altijd pleiten om vuurwerk te houden. Maar goed, los van dat, uit mijn persoonlijke mening vind ik het toch wel, ja, weet je, de oorzaak komt doordat men gewoon te veel ouwe hoert met vuurwerk. Daar komt het gewoon een beetje vandaan. Als wij dit siervuurwerk wat we vanavond gezien hebben op een normale wijze aansteken, dan kan daar niks mee gebeuren. Dus ja, het komt toch een beetje bij de mensen zelf neer, hè? Daar zit het hem in. En ja, helemaal gaan verbieden, ja of nee. Ja, ik zie het niet zo gauw gebeuren. En ik vind het ook. Ik heb liever dat ze iets gaan bedenken om te zorgen dat men fatsoenlijker met vuurwerk omgaat. Dat lijkt mij verstandiger dan te zeggen van goh, we gaan verbieden en we gaan lekker alles uit Duitsland halen. Want dat gaat er dan toch gebeuren. Hè? Dat... Hoeveel kilo heeft u is er nu zo'n beetje afgeschoten? 6000 kilo kruid zal het wel zijn geweest, ja. Dat zeker wel. Zeker. Daar kun je bijna een oorlog mee voeren. Ja, dat klopt. Nou goed, in dit soort dingen, weet je, het Nederlandse vuurwerk is ontzettend goed getest. Het is niet voor niks dat er heel veel dingen nog afvallen en afgekeurd worden. Al zelfs terwijl het in Nederland is. Dus voor de importeurs een hele grote strop vaak. Maar ja goed, de Nederlandse wetgeving is gewoon heel streng daarin. Dus ja, kijk, het zit goed verpakt. Het zit goed in elkaar. Op het moment dat men er fatsoenlijk mee omgaat, heb ik er geen angst voor dat er iets fout kan gaan. Het fatsoenlijk mee omgaan, daar moet mee beginnen. Dat is belangrijk. En vooral legaal vuurwerk. Want wat ik net al zei, het meeste spul wat wij zien, wat van over de grens gehaald wordt, heeft niet die grote veiligheidseisen die wij Nederlanders wel hebben. Dus ja, je ziet toch al veel dat daar nog wel eens een keer wat gezeur mee is. En niet zozeer met een spul wat goed getest is hier in Nederland.